herdenken kruisiging Christus. Waarom eten we vis vandaag? Goedenavond en welkom bij deze speciale uitzending van het Jeugdjournaal. Witte kleding dragen, geen vlees eten en naar de kerk gaan. Dat is wat veel christenen over de hele wereld vandaag hebben gedaan. Want het is Goede Vrijdag. Op deze dag herdenken ze hoe Jezus aan het kruis voor hun zonde is gestorven. Goede Vrijdag was Jezus aan het kruis gestorven bij Golgotha op de berg Golgotha. Goede Vrijdag is leidend. Tijd dat Jezus aan het kruis is gestorven voor ons. Hij is gestorven aan het kruis voor ons allemaal. Goede Vrijdag is de dag waar Jezus gestorven was aan het kruis op Golgotha. Goede Vrijdag is de dag wat Jezus voor ons heeft gestorven. Goede Vrijdag is het lijdensdag van de Heer Jezus, waar de Heer Jezus aan het kruis is gegaan. Goede Vrijdag is de dag dat we naar de kerk gaan en we bidden. Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Deze vrijdag wordt Goede Vrijdag genoemd omdat Jezus zichzelf heeft opgeofferd voor de zonden van de mens. Hij is toen aan het kruis gestorven om de mensheid te redden. Deze beslissing werd door het Romeinse volk genomen toen hun stadhouder Pontius Pilatus het volk liet kiezen tussen het bevrijden van Jezus of een moordenaar. Het volk koos voor de moordenaar. Om Goede Vrijdag te herdenken, brengen de gelovigen ook een offer. Zij vasten op deze dag. Ik ga naar de kerk en ik bid. Op Goede Vrijdag ga ik naar de kerk, waar we meestal op de club leuke werkstukjes maken. Bijvoorbeeld een kruis met Jezus eraan. De Pasen preek, ja zo een beetje. En daarna ga ik naar huis. Ik eet geen vlees, dus gewoon rustig zijn. Op Goede Vrijdag ga ik naar de kerk. Ik luister wat de dominee zegt. En dan ga ik naar huis. En dan lees ik uit de Bijbel of de dagteksten. We danken omdat hij aan het kruis was gestorven. Soms spelen we de mail. We bidden. De pastor preekt en vertelt ons over Goede Vrijdag. Na de kerk op Goede Vrijdag bid ik met mijn moeder. Dan ga ik naar de kerk. Dan als ik thuis kom. Bid ik. Veel mensen gaan op Goede Vrijdag naar de kerk. In de Heilige Familie was er 's morgens een kruisweg. Daar werd aandacht besteed aan de weg die Jezus moest afleggen naar de berg Golgotha. Ik ben vandaag in de kerk omdat vandaag kinderkruisweg is en daarom wil ik veel weten voor Jezus. Ik ben gekomen ook om te dienen en ook naar kinderkruisweg. Ik ben in de kerk gekomen om Jezus te helpen en ook pater en om te dienen. De kruisweg is namelijk, dan gaan wij die lijdensweg van Jezus overwegen, gaan we overdenken. En daar hebben wij belangrijke punten die Jezus op zijn weg naar de berg Golgotha heeft beleefd, die gaan we dan een beetje overwegen, daarover nadenken, over bezinnen. En dat noemen wij staties, hè? Halteplaatsen, waar we even stil bij staan. Bijvoorbeeld hier zie je dan Jezus voor Pilatus. Daar blijven we even nadenken hoe Pilatus zijn oordeel velt. Hij had het liever Jezus vrijgelaten, maar onder de druk van de mensen gaf hij hem niet vrij. En zei dat hij veroordeeld moest worden. Dat is de kruisweg. Wij gaan dan die mag je door het jaar ook bidden. En dan gaan wij zo af en toe rond en dan blijven we staan. En dan denken we na over dat als Jezus valt, waar Jezus bij zijn moeder is en zo verder. Dat noemen wij de kruisweg. En die doen wij omdat op de Goede Vrijdag in de ochtend, omdat wij denken, volgens de Bijbel, dat Jezus die weg is gegaan naar Calvarië. En men denkt dat dat ongeveer zo tussen 9 en 12 uur gebeurde, want om 12 uur werd hij gekruisigd, en volgens de Bijbel. En dan hing hij 3 uur hing hij op het kruis, om 3 uur is hij gestorven en toen hebben ze van het kruis afgenomen. Goede Vrijdag wordt over het algemeen heel sober doorgebracht. De meeste mensen eten geen vlees en brengen de dag met het gezin of familie door. Goede Vrijdag is voor vele christenen een bezinningsdag. Zij herdenken dat Jezus aan het kruis stierf voor de zonde van de mensen en kiezen daarom ervoor het liefst geen vlees te eten op deze dag. Ze eten vis. Maar waarom doen ze dat?
Het vasten en onthouden van het eten van vlees op deze heilige dag is een eeuwenoude christelijke traditie. Maar, omdat sommige mensen zwaar arbeid verrichten, is het voor hen wel nodig om stevig voedsel te eten. Daarom is vis wel toegestaan. Voor dit dier is gekozen omdat de vis mensen herinnert aan het leven van Jezus. Op Goede Vrijdag eet ik soms vis, maar meestal eet ik gewoon normaal. Ik ben wel gelovig, maar ik eet gewoon normaal op Goede Vrijdag. Vis eten was ook voor de arme mensen, dat konden ze vangen. Maar vlees eten was voor de rijken. En toen is dat gegroeid zo, laat even die rijkdom van het vlees en eet gewoon vis of iets anders. Dit is een manier van offer brengen. Dus daarom wil ik zeggen, je moet niet altijd doen wat men zegt, maar je moet ook doen waar je zelf voelt, dat is een offer brengen. Bijvoorbeeld als je zegt, ik wil op Goede Vrijdag niet de hele tijd zitten te sms'en. Of ik wil eens een dag zeggen, vandaag laat ik de telefoon bijvoorbeeld opzij liggen. Of bijvoorbeeld, vandaag ga ik geen luide muziek zetten, ik wil iets doen. Of bijvoorbeeld dat je zegt, kinderen, ik wil een offertje brengen, ik ga vandaag iets niet snoepen. Om de mensen die traditiegetrouw geen vlees eten op Goede Vrijdag te voorzien in hun behoeftes, biedt Slagerij Stolk in deze periode een speciaal visgerecht aan, de ovenvis. Ons product was eigenlijk de gerookte bangbang. En door een overschot hebben we nou gedacht van nou, we moeten iets ermee doen. Dus hebben we iets creatiefs ervan gemaakt. En het is aangeslagen en zodoende hebben we het gepresenteerd. Hij is lekker gekruid, er zit wat kaas op en wat paprika en olijfjes. De vis, die moet je in de oven doen. Voor ongeveer een half uurtje, zeg maar op 180 graden. Ik raad de mensen aan om het met aardappelen te eten. Dat is toch wel het lekkerst. Naast de ovenvis is er ook een simpele visnitsel te verkrijgen. Onze visnitsel wordt gemaakt van bangbang filet. Die wordt heel dun gesneden, dan platgeslagen en lekker gekruid met onze eigen samenstelling. En dan gepaneerd. En die wordt ook even om en om gebakken in de pan. Maar eet hij ook wel vis op deze dag? Ja, dat heb ik vanaf jongs af aangeleerd dat ik vis moet eten op de vrijdag, op Goede Vrijdag. Ook al ben jij geen christen en eet je vandaag wel gewoon vlees, is het raadzaam om tenminste één keer in de week vis te eten. Want die is erg voedzaam en gezond. Morgen is het Stille Zaterdag en ook dan doen de meeste gelovigen het rustig aan. En hiermee hebben we het gehad voor deze uitzending. Een bezinningsvol weekend toegewenst en alvast vrolijk Pasen. Doei!